Why I love this book, dat mag ik nu in één minuutje zeggen. En dat is totaal tegenstrijdig met de inhoud van dit boek, waarin iemand probeert terug te kijken op een heel mensenleven, zijn eigen leven. Ik heb in mijn handen Combré, het eerste deel van Op zoek naar de verloren tijd van Marcel Proust. Het zijn 3000 pagina's, dit is echt alleen maar het eerste deeltje. Er zijn 15 delen, het is een van de meest omvangrijke werken in de wereldliteratuur. Dus stel u zich voor, 15 delen Op zoek naar de verloren tijd. Ik heb dat voorgelezen samen met mijn vriend aan een blinde vriendin van ver in de 90. Die hebben daar erg gelukkig mee gemaakt. Elke week ging een van beiden één middag naar haar toe en las enkele hoofdstukken voor. Zij zat dan in een zetel op een schapenwachtje met een klein sigaartje te genieten, met een beetje toegeknepen ogen te luisteren naar de zoektocht van de verloren tijd. Het voorlezen van Proust is nog helemaal niet zo eenvoudig. Het zijn hele mooie, maar vaak hele lange zinnen. Beschrijvingen van de geur van de meidoorn, een japon van een dame, daar kan hij gerust anderhalve pagina voor nemen. En één zo'n zin voor te lezen is een vorm van kamikaze, zou je kunnen zeggen. Je begint aan zo'n zin en je weet niet waar je landt. Zo was ook het avontuur voor mijn vriend en mij en onze vriendin. Na 3,5 jaar hebben we er een glaas champagne op gedronken toen we bij de laatste punt uitkwamen. En ik denk dat het ook een uitnodigende kamikaze is voor de lezer. Op zoek naar de verloren tijd van Marcel Proust.